Dit is een videoproductie van inmail.nl en de Nije Krant. Op vrijdag 24 en zaterdag 25 september was er een lintjesregen in onze gemeente. Alle twee deze lintjes vielen in Sint Hubert. Op zaterdag 25 september was het Martin Strijbos die verrast werd met een koninklijke onderscheiding en benoemd werd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Maar de lintjesregen begon op vrijdagavond 24 september in de jachttoren. Daar werd tijdens een jaarvergadering Geert Verstegen uit Sint Hubert verrast met een koninklijke onderscheiding door burgemeester Antoine Walraven. In eerste instantie lees ik even voor uit andermans werk, hè? Dus zo werkt dat dan. En jij hebt nogal een cv, dus ga allemaal even rustig zitten. Geert is vanaf de jaren 70 op vele fronten als vrijwilliger actief. Zo was hij betrokken bij de oprichting van Creatief en ook nu nog steeds actief in de jongerensoos. Ook was hij jarenlang lid van de Vereniging voor Kleine Kernen en was hij een actieve jeugdleider en bestuurslid bij de voetbalvereniging. Daarnaast kennen we Geert bovenal van zijn werk voor de milieuvereniging Land van Kuik. 40 jaar geleden was hij medeoprichter van deze stichting. Jarenlang was hij voorzitter en nu bekleedt hij de rol van vicevoorzitter. Als het niet klopt, dan krijg je daar je tijd. Ja? Voor de milieuvereniging is Geert een betrokken aanjager en vraagbaak. Hij schrijft regelmatig analyses en opiniestukken in het verenigingsblad en in regionale media. Veel media weten hem dan ook te vinden als er op milieugebied actuele zaken plaatsvinden. Hij speelt ook in de huidige stikstofkwestie een duidelijke rol. Daarnaast verzorgt hij internationale contacten met organisaties die betrokken zijn bij de milieuproblematiek en is door zijn kennis en ervaring vaak betrokken bij procedures. In de afgelopen jaren was Geert voortdurend adviseur voor burgers die hun belang wilden bepleiten als ze overlast ondervonden van ontwikkelingen in hun leefomgeving. Vanuit de milieubeweging raakte hij ook betrokken bij activiteiten van diverse actiegroepen, waaronder Stop de Stank, Burgerplatform Minder Beesten, procedure rond mestfabriek Mees, als ik het goed uitspreek, en burgerinitiatief Megastallen. Hij is sinds een jaar voorzitter van het Brabants Burgerplatform, waarvan hij mede-initiatiefnemer is. Ook verzorgde hij diverse rondleidingen in het land van Kuik, onder andere voor mij toen ik startte als burgemeester 8 jaar geleden, ik weet het nog, voor regionale, provinciale en landelijke bestuurders en politici die in de regio de situatie ter plekke willen zien. Namens de milieuvereniging heeft hij in het recente verleden vaak gastlessen verzorgd op de basisscholen in de omgeving. De vereniging heeft voor de scholen leskisten beschikbaar die deels door Geert zijn ontwikkeld en waarvan het onderhoud ook voor een deel door hem gedaan wordt. Geert wordt omschreven als gedreven, kundig, strategisch en ervaren op dossiers van de veehouderij, milieu en gezondheid. Hij is een echte netwerker, een contactmaker, een verbinder, een aandrijvende kracht en een organisator. Hij is laagdrempelig en weet veel mensen in beweging te krijgen. Hij is daarmee van grote betekenis voor de samenleving. Deze jarenlange inzet kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Daarom, beste Geert, je voelt hem al aankomen, is het voor mij een grote eer jou te mogen mededelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hartelijk applaus. Onderscheiding op te schelden. Ik heb het zelf al zo lang niet meer gedaan dat ik het niet meer durf in coronatijd, maar dat gaat vast goed. Op het hart zou ik zeggen, daar hoort hij thuis. De koffie aan de tafel? Nee. Dat is super goed gelukt. Op zaterdag 25 en zondag 26 september vierde Heemschut Sint Hubert het 25-jarig bestaan.
Martin Strijbos is voorzitter van deze heemkundevereniging en hij was op zaterdag 25 september in de veronderstelling dat burgemeester Antoine Walraven en de pers aanwezig waren om de tentoonstelling officieel te openen. Maar niets was minder waar, want Martin Strijbos werd door de burgemeester verrast met een koninklijke onderscheiding. Martin Strijbos was in 1996 de medeoprichter van de heemkunde Sint Hubert. Als voorzitter zet hij zich nu al 25 jaar voor deze stichting in. Dit doet hij onder meer door het opzoeken van gegevens bij het kadaster en de burgerlijke stand. Zo heeft Martin vele gebouwen, eigenaren en bewoners in Sint Hubert in beeld gebracht. Martin maakt sinds 2000 foto's van huizen, nieuwe wegen en nieuwe bouwactiviteiten, waarmee hij inmiddels een groot digitaal archief heeft opgebouwd. Hij heeft zich ook actief ingezet bij de opzet van de website, de uitgifte van boeken vanuit de heemkunde en de jaarlijkse Open Monumentendag. Martin is een karttrekker die iedereen bij elkaar weet te houden en in iedereen het goede naar boven haalt. Een harde werker die zelfs het land doorgaat om spullen op te halen voor bijvoorbeeld tentoonstellingen. Door het jarenlange speur- en uitzoekwerk heeft Martin gezorgd voor een mooie documentatie van de panden, eigenaren, gezinssamenstellingen en dergelijke in Sint Hubert. Deze jarenlange inzet kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Daarom, beste Martin, is het voor mij een grote eer jou te mogen mededelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Graag jullie applaus daarvoor. Ook applaus geldt ook voor Nelly, want ik zeg altijd, voordat ik de orde op ga spelden van zonder jouw steun is dit niet mogelijk, hè? Want dat kost toch heel veel tijd, heel veel uren. Vandaar ook een bos bloemen voor jou, dus bij deze. Ik ben met voltallig college, Erik van Daal en Jos van de Boogaard. Dus ook een applaus voor Nelly. En voor mij een bijzonder moment, want sinds vandaag geldt de anderhalve meter niet meer. Ik heb 2 jaar lang niet mogen prikken. Ik ga het weer een keer proberen. En misschien als dat kaartje even af, want dat is precies de plek waar ik hem graag zou zien. En zeg zelf, dat gaat nog best goed. Ja, valt niet tegen. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Of dit de laatste 2 koninklijke onderscheidingen waren in onze zelfstandige gemeente Millen Sint Hubert, dat wachten we rustig af. Als lokaal omroep Mil en de Nijenkrant feliciteren wij Geert Verstegen en Martin Strijbos met hun koninklijke onderscheiding.